een strategische set zou zijn, zodat ik daar met rust gelaten zou worden in de stemrondes. Mm. Die stemrondes hier in huis hebben geen nut. Brian en een mandatje willen niet dat ik wegga, dus die stemmen er me nooit uit. Nee. Dat is vice versa. En van een andere groep, die stemrondes werken niet. Dus nee. je kunt ze aanvragen, je kunt je gal spugen. Ja, dan heb je het nog aan tegen de diva van het huis. Zoek maar oorlog en je kan het krijgen. Dus het werkt niet. Nee. Dus ja, en het kan inderdaad zo zijn van, kijk, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat ik een ontzettende bedreiging ben, want ik zou zomaar zo kunnen blijven zitten. Ik zit hier al vanaf minuut 1. Ja. En niemand in dit huis weet wat ze aan me hebben. Ze hebben wel ontzettend ontzag voor me. True. Wat er nou precies in je tussen je oren omgaat, dat weten ze niet. Nee. In hoeverre ben je jezelf en hoeverre is dit een rol die je speelt? Geen. Dit is echt geen rol. Het is ook heel erg grappig dat mijn zusters en Wilga schrijven me dan dat ze helemaal dubbel liggen. Omdat ze gewoon echt de Tasha zien die ik thuis ook gewoon was. Okay. En gewoon lekker draken en of heel lief zijn of gewoon oprecht huilen. En, of ook oprecht om mensen kunnen geven. Als je geen rol. Het geschikt waarvan je denkt, nou weet je, laat ik het maar niet doen. Laat ik me gewoon mijn mond houden. Ik heb die camera's hier op me. Laat maar. Ja, want je kunt niet alles zeggen. Nee. Dat is echt zonde. Maar ja, luister schat, dit is echt serieus. Anders heb ik die zeg maar tegen je gebruikt. En ook al zeg je het niet, dan gebruik ze het nog. Dat is het mooie. Ook al zeg je het niet, dan gebruik ze het nog. Echt waar! Oh. Heb ik dat gezegd? Nou, het staat erin. Het is waar. Het is waar. De troet. Wat zijn je plannen als je straks buiten het huis komt? Wat ga je doen? Nou ja, eerst heb ik natuurlijk allemaal van die sociale verplichtingen die ik niet kan ontduiken. En ja, je bent Natasja of je bent het niet. Dus, en daarna wil ik lekker 10 dagen met de kindjes en mijn ventje op vakantie. En dan nog even... Seks. Oh, dat vooral. Ik heb geen nagaan. Ik heb gewoon mijn libido. Hoe de fuck dat ding ook heet. Ja, die heb ik gewoon even op non gezet. Who's your daddy now? Ja! Die sleep ik echt helemaal achter hem aan. Wham, bam. Zo mijn grot in. Ga maar mee. Dat vergeet ik gewoon. Geen nagaan. Ja, dat sowieso heerlijk vrijere. Heel de dag gewoon. Iedere minuut met mijn ventje. En dan ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Hmm. Ik weet niet zo goed wat me te wachten staat. Ben je er bang voor? Nee. Nee, helemaal? Nee. Ook niet in Almere? Nee. Straks moet je toch de supermarkt in? Ja. Kom maar op. Ja, ik moet het ook wel doen. Jawel, dat maakt me niet zo zorgen. Ja hoor, ik ga gewoon. Ik denk dat heel veel mensen geen ruzie met je willen hoor. Denk ik. Dit zijn ook sterren. Kan me vergissen. Rob Sterren zijn het ook hoor. Hij zegt, oeh, de hele Nederlandse bevolking is bang voor jou. Zeg, hoezo? Dat vind ik raar. Ik krijg gewoon een zware baan in de politiek aangeboden straks. Nou, ik ga wel weer gewoon sowieso de beveiliging in. En, ja, dat wilde ik vragen. Plannen voor de lange termijn. Werk. Ja. Beveiliging. Ja. Nou, ik weet niet of ik helemaal weg zal zijn van de buis. Dat moet je maar even afwachten. Je weet maar nooit hoe dat gaat. Wil je bij de party? Je wil een talkshow. ik weet het niet. Het kan zomaar zo zijn met de mensjes van hier iets verzinnen. Dat ik zeg van nou, dat is leuk. Want ik lees natuurlijk ook elke avond de kindjes voor. Hè. Nog steeds? Nog steeds. Ja, elke dag om... Tenzij er allemaal gekkigheden hier in het huis aan de gang zijn, dan kan het niet. Elke dag gewoon om 7 uur, van 7 tot 7:30, 7:15 spreek ik even de kindjes toe en lees ik ze voor. Dus dat is erg leuk. En, dat is op de streams te zien? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. En dus aan de deur werken, dat vind ik gewoon nog leuk. Ik bedoel, ik hou van mensen, ik vind het leuk om met mensen te werken, dus dat zal ik wel blijven doen. Dat zeg ik, misschien zie je me wel een keer ergens voorbij schuiven ja, of zo. Ik weet het niet. Show! Anders had ik het jullie verteld. Nee, ik dat weet echt niet. Oh, niet jokkenbrokken. Uh-huh. Nog niet. Nee, het zou zomaar zo kunnen. Oké. Okay. Mm-hmm. Dat zou je wel leuk vinden. Natuurlijk. Ja, ik zit nu toch al in het wereldje. Dus, en ik ben ook niet cameraschuw. En het voorlezen gaat ook helemaal prima. Ik bedoel, je zit daar en er komt gewoon van alles in mijn mond uit en dan voorlezen. Dus het zou zomaar kunnen. Ik zeg Sesamstraat. Zeg jij Sesamstraat? Ik zeg Sesamstraat. Oh, you never know. Chantal? Ja? Heb jij nog hele leuke plannende vragen voor Natas? Ik denk dat ze een heleboel leuke dingen gezegd. Heb je ergens spijt van wat er hier gebeurd is of gezegd is? Wat zou je willen terugdraaien? Nou, we hadden het er laatst trouwens nog over. Dat, ja, er komen natuurlijk af en toe dingen in je mond. Dat je denkt van, oeh, dat is... En zoals ook, dat ik dus... We vinden Slico op een travo lijken. Op een ombouw travo. Rieke is dat.
Ja. Sleepover. Ja. En ik schold er altijd uit voor baarmoederloze heks. Dus Brian had... Mijn god. Kom je erop. Baarmoederloze omgebouwde heks. Zo'n schot kan ik uit. Dus we zitten aan tafel van de week. Ja, dat weet ik dus niet. Dat vroeg die mevrouw van radio... Van jouw lobby, die vroeg het ook al. Natas, waar heb je leren schelden? Ja, weet ik veel. Ik woon al vanaf mijn vijfde in Nederland. Ik ben heel vindingrijk. Ja, en dan pak je gewoon op en het komt eruit. Mm-hmm. En toen zaten we aan tafel met z'n vieren. En toen zei Brian wel van, nou, weet je, Tas, het vind ik niet zo prettig. Want ik ken dan mensen die dus echt geen baarmoeder hebben. En jij hebt al twee prachtige kindjes. En wil je dat alsjeblieft niet meer zeggen? En zo. Nou, toen zat ik hem eens heel vies aan te kijken. Ik dacht van, heb je hem weer? Naggerd. Maar dan ga je nadenken. Zo van, nou, inderdaad. En toen heb ik het ook tegen Lieke gezegd. Want, ja, Huub die liep natuurlijk met brrr te schelden, dus die werd ook helemaal ondergeklad. Zo van, nou, laat het woord K dan weg, want er zijn heel veel mensen die mensen verloren zijn daarin. Dus probeer het dan, doe dat gewoon niet meer. En toen zei ik ook al tegen Lieke, ik zal je dan niet meer zo noemen, weet je, want ik heb ook twee mooie kinderen. Ja, lekker. Okay. Dus dan ben ik wel bereid om het terug te nemen en het dan ook gewoon niet meer te zeggen. Ja, dat is niet. Oké. In plaats van de schaamte op je jacht. Plaatsvervallende schaamte? Nee. Voor anderen? Oh ja. Wow. Echt. Ja, maar ook dat is gewoon op een gegeven moment weg. Ik bedoel, er gebeuren allemaal dingen. Mensen doen allemaal dingen. En ik denk van, oh my goodness. Maar op een gegeven moment, ook daar wen je aan. Het is precies hetzelfde als dat Jaap door zijn kots aan het rollen was. En het vervolgens weer opdringt. Of, ja, wil je dat voor? Nee, dat niet. Ja, daar word ik ook niet zo van. En dat ik bij mezelf denk van, oh mensen, weet je, of met zijn eigen ontlasting van alles onbesmeerd, dan denk ik ook, oh, wat erg. Ja. Maar zelfs daar wen je aan, dat is erg hoor, maar daar wil je niet aan wennen, maar je went er wel aan. Ja, dat is sowieso waar we het net ook een beetje over hadden, dat grenzen vervagen in de loop van de tijd. Ja. En dit zou je in de eerste week nooit gepikt hebben van iemand. Nee. Maar omdat het steeds een stapje verder gaat, ja. Dat voel je ook zo. True. Ik heb jou een keer zien strijken, terwijl de twee gewoon echt als konijnen. Brian en Amanda. Wacht, gewoon hier, zij staat. Ja. Ja, dat was echt grappig. Ik dacht toen gewoon. En die twee in het huigen, het kruimen, ze gingen helemaal tegen het ding. Ja. Dat is ook zo. Ik kon eens strijken, ja, true. En af en toe zag je wel. Even kijken. Ja. Kan ik het ook eens omslaan? Ja. Nou, dat zijn ook breekmomenten. Ja. Heb je momenten gehad eerder dat je dacht van, nu ben ik het zat, ik wil naar huis morgen? Echt een breekmoment? Ja, dat zijn er verschillende geweest hoor. Dat ik natuurlijk zo in de krant had gestaan met mijn meisje. Dat ik echt aan het huilen ben, dat ik niet eens meer wist of mijn hoofd van achter of van voren zat. Dus verdriet kwam echt uit tenen toen. Toen had ik zoiets van, ik ga. Ik heb natuurlijk een x-aantal keren gewoon vette, dikke clashes gehad met heel de groep. Dat je in je eentje stond. Ja, ja. Toen had ik ook zoiets van, oké, Natas, dit is misschien een moment om te gaan. Ja. Even kijken. Als je wordt aangevallen door alles en iedereen, je kan het wel handelen, maar op dat moment en het enige wat je wilt is gewoon een koffer nu rondtrekken en het bakken en het daarmee gaan pokeren of pingpong of zo. Weet je, iets gewoon. Horror. Ja, echt iets gewoon. En ja, dat zijn wel, ik heb wel momentjes gehad hoor, echt wel. Maar wat ik me afvraag, als je er straks uitkomt. Ja. Ik heb hier natuurlijk een ontzettend leuk stijfje in de kast. Hey, je bent weer terug. En hoe was je met de blauwe stijfje? Je leeft echt als een miljoen. Je krijgt kleren, je haar moet gedaan. Je wordt nu gestabiliseerd en je krijgt nu... Ja, dan word je er hier in een enorm gat. Met butlers hier en ja, kijk, weet je wat het is? Godzijdank weet ik hoe het is om met heel veel te kunnen. Maar ik weet ook hoe het is om met heel weinig te kunnen. Kijk, en wat ik nu heb, is natuurlijk inderdaad mijn eigen huis. En je hebt ook geen zwembad en je hebt ook geen butlers. Maar ja, dat is wel heel erg lekker. Alleen ik kan het ook heel goed zelf. Jan, even een sigaret weg. Oh ja. Hij is ook zo vrouwelijk, zo'n peuk. Ja, nee. Met de bouwpapier. Ja! Ja, nee, maar. Andries? Ja? Jan? Dus, maar ik ga het wel missen. Leuk voor het plakken. Zeker. Dat denk ik ook wel. Ja, ik ga het wel missen. Ja. En de mensen dan? Janken. Ja, sowieso, tuurlijk. Kijk, een Amandaatje ga ik heel erg missen. Ik ga Brian heel erg missen. Zo net zei, het is heel anders toen ze er nog niet bij zijn. Ja, dat ze een hersenloos geverfd blond kind is. Maar dat maakt niet uit, ik hou toch wel van. Ja, echt wel. Goed, anyways. Met Ian heb ik nu natuurlijk ook wel een soort van band, waar ik die een beetje met me meeneem. Ja. Omdat hij anders gewoon ontzettend onder wordt... Versneld. Ja, precies. En, maar... Dat zou je zo slaan maken. Ja, mama, hè. Dat is gewoon de mama in mij. Is ook zo.